Nee, het is de bedoeling dat we zo meteen de lampen aangaan, helemaal eromheen. Uh-huh. Dus dat de mensen die allemaal in het ziekenhuis liggen, kunnen zien dat dit de klappende handjes zijn van het publiek. Dus, Malaika Ignacio werkt bij Radio Mas en is initiatiefneemster van dit eerbetoon. Het aftellen kan beginnen. Dank u! 5 minuten lang klappen voor de zorg. De aanwezige mensen worden nog enthousiaster als intensive care personeel haar gezicht laat zien. Gilbert Martina, directeur van het ziekenhuis, wat doet dit met u? Nou, dit is natuurlijk heel mooi om te zien dat er medeleven is van het volk voor het werk wat 24 uur per dag gedaan wordt. Dus dat raakt mij diep, absoluut. Het personeel. Wat je daar ziet, dat is de IC-afdeling. Dat zijn de medewerkers, IC-verpleegkundigen en ondersteunend personeel, die 24/7 bezig zijn met COVID-patiënten die op de IC-afdeling liggen. Dus dat is echt de afdeling die het zwaarste verduren heeft op dit moment. Ja, want er is een personeelstekort in uw ziekenhuis. Ja, dat klopt. Er is een personeelstekort en gisteren en vandaag goede overleggen gehad met Nederland, VWS en voorzitter van het landennetwerk acute zorg, de heer Kuipers. En in de loop van komende week komt er versterkingen. En over hoeveel praat u dan? Komend weekend komen al wat algemeen verpleegkundigen, 15 algemeen verpleegkundigen. En vanaf volgende week dinsdag zouden er 30 IC-verpleegkundigen aankomen. Om zeg maar hulp te bieden voor deze forse toename die we hebben op dit moment. Hoe is de sfeer in het ziekenhuis? Nou, af en toe heel beladen natuurlijk en emotioneel. Medewerkers die patiënten zien sterven, soms ook kennissen en familieleden. Dus dat heeft natuurlijk ook een impact. We hebben een hulplijn geopend, een team collegiale ondersteuning met maatschappelijk werk, met psychologische ondersteuning, zodat mensen zich ook kunnen uiten. En we blijven onze mensen natuurlijk motiveren en steunen en hulp bieden om door deze fase te gaan. Succes! Dank u wel. Dan zie ik ook een intensivist die klapt voor haar personeel, Jeanne Koeiers. Wat vindt u hiervan? Van wat? De hommage die gegeven wordt. Ja, ja, ik doe gewoon mijn werk. Dus? Maar ik vind het wel lief van jullie. Namens alle collega's die het helaas nu niet kunnen zien. Ja. Het verhaal is dat u het toch ontzettend druk heeft en dat u met weinig personeel heel veel patiënten moet behandelen. Met z'n allen hebben we het heel erg druk. Iedereen, van schoonmaak tot aan verpleging, artsen, iedereen heeft heel erg druk. En redt u het? Nou, we doen ons best. We zouden meer personeel willen hebben. Ik geloof dat het onderweg is. Ik hoop het. De manager van de IC staat naast dokter Koeiers. Ik vraag Mark Curiel of hij dit COVID-scenario ooit voor mogelijk had gehouden. Ik heb het nooit als een nightmare durven dromen, nee. Ervaart u het nu als een nightmare? Nee, het is een unieke kans, een unieke mogelijkheid om mensen samen te brengen. Want nu moeten we gewoon, iedereen moet samenwerken, hoe je draait of keert. Dus, en die samenwerking, dat popt er gewoon prachtig uit. Hoe is de sfeer bij u op de afdeling, als mensen zoveel uren maken? Ik was vandaag wederom, ik ben iedere dag op de IC, maar ik was vandaag weer op de IC en ondanks alle stress en spanning hoor je hier en daar toch dat mensen samen lachen. En ik had zoiets van, ja, dit is mooi. Ja. Dit is mooi. En echt ondanks alles, want het is giga zwaar werk. Daarover gesproken, het zijn toch patiënten. Er zijn er vandaag 2 overleden hier op de intensive care. Ja. Dat moet toch enorm aangrijpend zijn voor uw personeel. Dat is het ook. Dat is het ook. En dat is wat ik dan het mooie ervan vind. Het is aangrijpend, maar er is nog ruimte om ook de andere kant van de medaille. Dus we laten ons niet neerslaan. Je krijgt die dreun, maar we moeten door. De actie loopt ten einde. De 5 minuten zijn voorbij. Terug naar de initiatiefneemster. Malaika, tevreden? Super tevreden, meer dan tevreden. Ja, zeker weten. Het is een hele mooie moment, een magisch moment om te zien hoe iedereen van de media hier was. En die mensen allemaal naar buiten kwamen, die zo hard werken elke dag. En dat ze gewoon zelf gingen applaudisseren voor hunzelf. Het is echt een supermooie moment. Dankjewel. Dankjewel.